Vandaag een antwoord op de vraag van Petra. Petra volgt nu al een tijdje een dieet en wat merkt ze? Ze is enorm stijf. Haar spieren voelen enorm stijf aan. Alles is stijf en stram in haar lijf. En dit is specifiek ontstaan, deze stijfheid, sinds de start van haar dieet. Want eerder voelde ze zich helemaal niet zo stijf en stram. Ze voelt zich als een oud mens. En de vraag van Petra is, kan het zo zijn dat mijn stijfheid, de afwezigheid van flexibiliteit in mijn lijf, dat veroorzaakt kan worden door mijn dieet? Want het is sindsdien ontstaan. Dat is de vraag van Petra. Nou, Petra, stijfheid. Wanneer zul je dat gaan ervaren? Stijfheid zul je gaan ervaren wanneer de eiwitrijke weefsels in je lijf, je hebt bijvoorbeeld vetweefsel, dat is vetrijk weefsel, maar je hebt ook eiwitrijk weefsel in jouw lijf. Spierweefsel valt eronder, spieren, pezen, gewrichten, dat is allemaal eiwitrijk weefsel. Eiwitrijk weefsel heeft een omgevingsvloeistof nodig, want alle weefsels hebben vloeistof om hen heen. Eiwitrijk weefsel heeft omgevingsvloeistof nodig met een licht basiskarakter. En dat is dus niet een zuur karakter. Dat heeft eiwitrijk weefsel nodig. En er zijn dus meerdere eiwitrijke weefsels in jouw lijf, spieren, pezen, gewrichten, om flexibel te kunnen blijven, beweeglijk te kunnen blijven. Ervaar jij stijfheid, stijfheid van spieren, gebrek aan flexibiliteit in jouw lijf, dan betekent dat dus dat de eiwitrijke weefsels in jouw lijf, zoals spieren, pezen, gewrichten, onvoldoende omgevingsvloeistof bezitten met een licht basiskarakter. En dat dus de omgevingsvloeistof van die eiwitrijke weefsels, het licht basiskarakter, wat ze behoren, wat die omgevingsvloeistof behoort te bezitten, heeft verloren. Nou, en jij vraagt je af, kan dit het gevolg zijn van het dieet welke ik aanhoud? Want ik ervaar die stijfheid sinds ik op dieet ben gegaan. Nou, hoe moet je het zien? De lichtbasische zuurtegraad in jouw weefsels, dat is iets wat geregeld wordt in jouw lijf. Het behoud van een lichtbasische, dat is namelijk een optimale zuurtegraad in jouw weefsels. Dat is een gereguleerd proces. Dat wordt dus geregeld in jouw lijf door jouw lijf zelf. Maar al die regelprocessen in jouw lijf, welke geregeld worden onder invloed van signaalstoffen in jouw lijf, dat kan jouw lichaam niet zo goed, die regelarijen in jouw lijf. Dat wil jouw lichaam wel. Jouw lichaam wil voortdurend een licht basis zuurtegraad in jouw weefsels behouden. Want jouw lichaam wil zelf ook heel graag jouw eiwitrijke weefsels in goede conditie houden. En dat kunnen ze niet blijven wanneer die omgevingsvloeistof niet lichtbasis is. Jouw lichaam wil dat regelen. Die kan dat ook regelen op voorwaarde dat jij de voedingstoestand in jouw lijf goed helpt houden. En wat houdt dat in? Jouw lichaam raakt voortdurend door de stofwisseling in jouw lijf, door alles wat jij denkt, doet en eet, moeten voortdurend processen plaatsvinden in je lijf. Door te leven moeten er voortdurend processen plaatsvinden in je lijf. En daardoor raakt jouw lichaam voortdurend uitgeput. Uitgeput van vochten en voedingsstoffen. Een aantal voedingsstoffen kan jouw lichaam zelf vormen, maar sommige ook niet. En dat worden essentiële voedingsstoffen genoemd. Wanneer jij na voortdurende uitputting van jouw lijf, omdat jij leeft, omdat jij functioneert, omdat de stofwisseling plaatsvindt in jouw lijf, wanneer jij met je voeding, en in dit geval je dieet, onvoldoende vocht en essentiële voedingsstoffen, voedingsstoffen die je lichaam niet zelf kan vormen, weer aanlevert en aanvult
aan jouw lijf na uitputting ervan, dan kan jouw lichaam niet goed jouw bloedwaardes op peil houden. En wanneer jouw lichaam niet goed jouw bloedwaardes op peil kan houden, ervaart jouw lichaam stress. En wat gaat jouw lichaam dan doen? De verdeling van vocht en voedingsstoffen over jouw weefsels beperken en vocht en vochtaantrekkende mineralen aan jouw weefsels onttrekken. Om maar jouw bloedwaardes, om maar vocht en wat voedingsstoffen die in jouw bloedbaan bewaakt moeten blijven, om die daar maar te bewaken. Dat dus die slechte voedingstoestand in jouw lijf als gevolg van jij die met jouw voeding onvoldoende vocht en essentiële voedingsstoffen aanlevert, aanvult in jouw lijf, dat heeft tot gevolg dat de optimale zuurtegraad, optimale lichtbasiszuurtegraad in jouw weefsels verloren gaat. En dat heeft dus tot gevolg dat de eiwitrijke weefsels in jouw lijf hun ideale omgevingsvloeistof, dus een omgevingsvloeistof met een ideaal karakter, een ideaal lichtbasiskarakter, verliezen. En dat jouw eiwitrijke weefsels hun bewegelijkheid, hun flexibiliteit, wat afhankelijk is van die omgevingsvloeistof, dat die maar lichtbasis is en blijft, gaan verliezen. En dan kun jij dus stijfheid, stramheid, gebrek aan bewegelijkheid en flexibiliteit gaan ervaren. Dat ervaar jij, Petra, sinds de start van je dieet. Dat betekent dat jouw dieet de uitputting van vocht en voedingsstoffen die garanderen dat jouw weefselvloeistoffen van een lichtbasis karakter blijven behouden, doet uitputten. Dus ga jouw dieet optimaliseren in vocht en essentiële voedingsstoffen, want enkel dan ervaart jouw lichaam geen stress, kan jouw lichaam weer vocht en voedingsstoffen over jouw weefsels verdelen, kan de optimale zuurtegraad in jouw weefsels hersteld worden en kunnen jouw eiwitrijke weefsels weer een omgevingsvloeistof bezitten, waardoor zij flexibiliteit kunnen gaan ervaren en zo jouw stijfheid afnemen.